is de echte wedstrijd of wedstrijd voor het Echi. DVS tegen Dongen, 3-1 overwinning. Wat is jouw verhaal, Peter, van deze wedstrijd? Nou, kijk, ik denk uiteindelijk dat we niet ons beste voetbal hebben gespeeld. Wat we in de voorbereiding hebben gespeeld, zeg maar. Dat heeft ook iets met de tegenstander te maken natuurlijk. En het gaat ergens om. Hè. Dus ik vond dat we eigenlijk de afgelopen wedstrijd wat meer vrij uitspeelden. Ook wel met iets meer risico. Maar ik denk al met al, ja, zij hebben natuurlijk niet zo heel veel gedaan. We hadden steeds de bal. Zij probeerden vanuit de omschakeling wat te doen. Nou, zijn ze de eerste helft, denk ik, 1 of 2 keer half doorgekomen. Wij hebben de beste kansen gehad uiteindelijk. Ja. Ondanks dat het lastig was, zij het heel klein maakte, was het zoeken naar een gaatje. De tweede helft, ja, uiteindelijk die 1-1, ja, dat doen we onszelf aan. Met Daan, ja, dat kan gebeuren. Hè. We nemen daar wat risico in. En hartstikke prettig dat we Daan hebben. Het is gewoon een extra opbouwen, zeg maar. Nou ja, vandaag kost het in ieder geval een goal. Maar ik denk over de hele wedstrijd dik verdiend. Ik denk dat wij er heel veel energie in hebben gestoken. In ieder geval aan de bal geprobeerd het spel te maken. En zij op eigen helft teruggetrokken en wachten op een klein momentje. Ja. Die er eigenlijk niet kwam voor ze. En twee mooie goals uiteindelijk ook tweede helft. Hè. Prachtige bal van Stef. Ja. En ook de 3-1. Ja, nou ja, wat ik zei, uiteindelijk gaat het in die eindfase, wordt natuurlijk de ruimte is nog kleiner. Hè, want we hadden natuurlijk best wel veel de bal in de as. Net voor de verdediging, onze centrale duo. Daar mocht het ook wel, maar dat kunnen we erg goed. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je naar de 16 meter van hun voetbalt. Ja, en daar wordt het allemaal klein en gaat het snel. En ja, met name in die eindfase, nou ja, daar kunnen we nog wel een stapje maken. Want als je daar wat beter bent, zeker de eerste helft, zijn we daar veel geweest. Met een goede steekpaas op het juiste moment. Het is ook een beetje de afstemming. Het is niet eens zozeer die laatste bal. Maar met name ook wie gaat er lopen en wanneer ga je lopen. Wanneer ben je in een bepaalde ruimte. Nou, daar is nog wel winst te halen. Dus maar, wat ik al zei, niet de meest goede wedstrijd of beste wedstrijd. Maar ze dik wel. Best lekker dat we hem gewoon winnen. Ja, maar zeker dik verdiend. Ja. We hebben eigenlijk niks weggegeven. Ja. Hey, en een bekerwedstrijd, dan gaat het er ook echt ergens om. Zeker, wat is een beetje je gevoel bij de bekercompetitie? En hoe ver leeft dat in het team? Ja, kijk, weet je wat het is? Het is natuurlijk hartstikke lucratief voor de club, kan het zijn. Twee rondes doorkomen en ik heb vorig jaar met Excelsior uiteindelijk in de derde ronde FC Utrecht tegengekomen. Met 6.000, 7.000 mensen, hoop aandacht, inkomsten. Dat zijn natuurlijk wel wedstrijden die je kunt tegenkomen als je twee rondes doorkomt. Dus ik weet niet of dat nu al in de groep leeft, hè, maar ik heb er aan mogen ruiken, zeg maar. En het smaakt zeker naar meer. Dus we zijn zeker gebaat bij nog een ronde doorkomen. Ja. Zeker, tuurlijk. Ja, en nu gaat het echt beginnen. Nou ja, nu gaat het echt beginnen. De competitie begint. Ja, bedoel ik. Volgende week. Dus kijk hoe ook andere ploegen door die voorbereiding heen zijn gekomen. En wat je ook bij hun, zij hadden het echt hartstikke... Zat het zwaar al na een uur. Ja, na een uur, 60 minuten krampverschijnselen. En dat heeft ook alles mee te maken dat natuurlijk ploegen 5-6 maanden niks hebben kunnen doen. En uiteindelijk moet je 5-6 weken iedereen weer wedstrijd fit maken. Ja, dat valt niet altijd even mee. Nee. Dus wij hebben alles nog fit. Ja. Ook al deze wedstrijd. Sommige jongens hadden het bij ons lastig op een gegeven moment. Stef, die ook pas 1 augustus is aangehaakt. Nu volgens mij in zijn vierde week voorbereiding zit. Ja, dat valt allemaal niet mee. We staan er goed op. Ik bedoel, uiteindelijk waren we fysiek ook beter. Buiten dat we voetballend beter waren. Hebben we het ook langer vol kunnen houden. En iedereen is heel gebleven. Olivier die weer aanhaakt komende week. Ja. Dus we kunnen iedereen kiezen. Mooi. Mooi. Nou, dan wens je succes volgende week in het verre Zeeland. En, ja, we gaan naar Zeeland. Dan hopen we daar op een mooie start van de competitie. Veel succes. Dankjewel, mannen. Goed gedaan.